Artiesten.nl presenteert de Feestweek in Brixental. Met onder andere Peter Beense, Henk Bernard, Django Wagner, Ronnie Ruisdaal, Coach Albers en vele anderen. Ron de cameraman en Jody maken een videoverslag van de Feestweek. Ja, goedemorgen Ron. We zijn weer lekker vroeg op vandaag. Inmiddels zijn we al begonnen met de fanzine met onze eerste artiesten vandaag. En we gaan eventjes bij het VVV-kantoor in Westendorf even informeren wat de definitieve datum gaat worden voor de Feestweek, 14e editie 2018. Zo, servus Christel. Hallo, wie geht's? Dank je, goed. Oh, ja, meer gaat goed. Christel, eine Frage, weil all die Holländische Gäste sind sehr gespannt. Wann machen wir die 14. Edition von der Festwoche? Nächstes Jahr, darf ich dir sagen, ist die Holländische Festwoche vom 17. bis zum 25. März. Das ist super. Das ist die Woche 12. Genau, super Woche. Schönes Wetter wieder, hoffentlich. Freuen wir uns. Wetter und, wird sicher perfekt wieder sein. Schnee wird auch wieder gut sein. Genau. Wenn ihr da seid, ist das immer perfekt. Genau. Wir wollten dir danken für die guten Sorgen, was wir gemacht haben wieder mit der TVB. Und alles ist gut gelaufen mit den Gästen, habe ich gehört. Keine Probleme gewesen. Und wir kommen gerne nächstes Jahr wieder zurück. Jederzeit. Vielen Dank. Ciao. Danke schön. Ciao. Ciao. Zo Ron, nou dat is helemaal duidelijk. Het is 17 tot 25 maart, de 14e editie van de Nederlandse Feestweek hier in het Brixental. Kom op, jongens, sneller! Een vraagje met pijn in mijn hart, heb jij dan gelogen? Goed! Jij hield zo van mij al die tijd, je hebt me bedrogen. Alles wat ik in me had, heb ik gegeven. Je bent vandaag aangekomen in Westendorp? Gisteren al. Gisteren, ja. Heb je al opgetreden ook hier? Nee, dit is vandaag de eerste keer. En gisteren hebben we even geskiet. Alleen, vandaag ging het even niet. Maar dat is niet erg, want dan gaan we lekker zitten. Ik heb begrepen dat er heel veel fans van jou uit Brabant en zo overgekomen zijn. Ja, maar die zitten sowieso bijna altijd hier. Dus het is altijd top. Je vangt het wel links en rechts op. Ja. In de feestweek, zing je daar alleen hier of ga je... Nee, ik heb er bewust voor gekozen. En om lekker een beetje vakantie te nemen, dus van vrijdag tot van maandag tot vrijdag. En dan gaan we alleen hier zingen en de rest gaan we alleen maar feesten en skiën. Nou, we gaan nog even een gas erop gooien. Bedankt. Dankjewel. Hey Dirk, hey man, wat ga je doen? Ja, wat, ja, die raadt het nooit, hè? Ze zeggen mij van, joh Dirk, gaan we skiën. Ja. 21 meter hoog. 21? Ja. 2000 meter? Oh, 2000 meter. Okay. Ja, het is een heel lente. Oké, maar zei van, joh, kan je skiën Dirk? Dus joh, ik heb wel eens geskiet. Dus Ik ga eigenlijk naar de skizaak toe en dan ga ik skis kopen. Ik ga gewoon naar beneden. Nee, maar dat is levensgevaarlijk, Dirk. Nee, ofwel, nee, je staat op die lat en je trekt ze aan. En je gaat naar beneden. Nou, een beetje een bochtje maken en je bent klaar. Ja, ik loop... Ik heb wel lachen, maar dat is zo. Je moet een bochtje maken. Ik loop even met je mee. Oké, dat is goed. Ja? Nou, dan gaan we eens even kijken. Oké. Goedendag. Hallo. Ik wou graag skis. Juist. Ja, dat kan. Nee, nou, dat, ja, wel. Zo, dat kan er niet. Aantrekken en. Is er zomaar ganz omgewicht? 2000 meter. Ja? Nee. Nee, niet. No. Ik denk zo. Dat is het beste is voor dich. Dat denk ik ook. Ja, dat is nog. Dat is nog beter. Ja, ah, dat is nog beter. Zo. Ja, dat is schön. Dat is goed. Ja. En dan, dat gaat niet zo snel. Niet zo snel? Ja. Die piste, zo. Ik ben 126 kilo. 125 kilo, dat is keer snel. Ja, snel. Krijg ik nog niet, hè? Stukje braucht du keine. Ach ja, dat is... Hier komst du dan met de Skiën mit, für dich das Jahr. Ach, ja. Oké, okay, nou, dit. Neem deze. Ik denk dat dat de beste keuzes die je kan hebben,
Dirk? Dat denk ik ook. Dit lijkt me wel leuk. Denkt u ook niet ja, dat Dirk... Ik vind het minder gevaarlijk dan die. Precies. Dus nou, dat het ook nog hard gaat dit, hè? Ja, dat gaat heel hard. Je moet natuurlijk opstaan. Dank je. Veel spaas. Ja, dat is jeugd. Dat is jeugd, dit. Dit is super. Dit is super. Oké? Tjus. Dank je. Dank je. Zo. Dat is echt leuk. Zo, gewoon een lekker zwarmertje. Dat vraag je ook niet dat je best door een zwarmertje kan eten. Ik dacht alleen dat het in Den Haag zou zijn, zeg maar, een zwarmertje. Maar ja, Bertus is nou de cameraman en die wist precies de plaatsjes waar we naartoe moesten. Ja, vandaag is Bertus de cameraman. Vandaag is Bertus de cameraman. Ja, we worden wel goed verzorgd, dat moet ik eigenlijk doen. Ja, helemaal fantastisch. Ja, perfect hard. Echt helemaal goed is. Dus we hebben lekker even oorberen. Zeker weten. Nou, smakelijk eten zou ik zeggen. Nou, ja, je ook. Jongens, hij smakelijk. Dankjewel, Bert. Dankjewel, Bert. Weet je hoe je de camera uitzet of niet? Het is bijna half zes. Bijna half zes, ja. Ja, en het is tijd om de hoofdartiest van vanavond op te halen. Hij is er net afgehaald van Innsbruck, van het vliegveld. Okay. Als je er even mooi kunt omkleden. Mm-hmm. En het is Ronnie Ruisdaal, man van de Polonaise. Ja, met die gekke jas en altijd door. Ja, en, vroeger natuurlijk van de Johnny's wel heel bekend. Ja. En die man die is hier al een aantal keren geweest voor ons in het gebied. Ja, en die maakt gewoon van een begrafenis toch feest. Dat is ongelooflijk. Dus daar gaan we hoop plezier mee hebben. Dat zullen we dadelijk wel gaan zien. Ja. En we pikken hem nu even op in het hotel. Nee. Alles goed. Ja, er ligt me hier toch sneeuw, jongens. Dat is toch helemaal niet normaal. Nee, ik kom hier aan. Ze hadden me van alles wijsgemaakt in Nederland. Ze hadden gezegd, het is een beetje laat in het seizoen. Het kan wel eens zijn dat het ons sneeuw ontbreekt. Nou, er ligt me hier een pak sneeuw. Ik kom hier aan. Ik heb gelijk de familie gebeld. Ik heb beelden gemaakt. Ik heb, zal ik maar zeggen, want het is gewoon kunstsneeuw. Dan voegen ze chemicaliën toe in het begin van het seizoen. Als het dan hard hebt gevroren, is de ondergrond mooi ingevroren. En dan, zal ik maar zeggen, dan blijft die kou, die blijft daar goed hangen. En door die chemicaliën blijft die kunstsneeuw dus langer liggen. En nou hebben ze mij een wijs gemaakt dat het de hele zomer hier gewoon skigebied blijft. Dat hebben ze gezegd tegen mij. Ik weet niet of het zo is. Bert Schenau zou het kunnen bevestigen, maar die is er niet. Maar als mocht hij in de buurt komen, dan zal ik hem vragen of het zo is. Want hij zit het hele jaar hier. Maar dus ik ga nog even skiën zo dadelijk. Maakt mij niet uit. Het is verlichte baan vanavond. Het is donderdag, vrijdag. Wat is het? Donderdagavond? Donderdagavond verlichte baan. Nou, wat wil je nog meer? Aan het einde koek en sopie. Ik heb het helemaal. Ik heb de tijd van mijn leven, hoor. Echt waar. En iedereen heeft het dan over dat het weer, dat het te warm is. Nee, is niet waar. Er ligt die sneeuw. 100.000 kilo. 100.000 meter sneeuw. Dus waar praten die mensen over? Het is zo flauw om dat soort dingen te gaan. Want het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Eerlijk is eerlijk. Ik ben eerlijk. Ja, Ronnie Ruisdaal spreekt de waarheid. Banaan op de achterbank. Zo. Ja. Komt allen richting het podium. Ja. Zeg welkom het met een oorlog. Dankjewel. Hierin Ronnie Ruisdaal. Ja. Oftewel. Dames en heren. Ja. De koning van de Polonaise. Oké, wie gaat er vooraf in de Polonaise? Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Oké, dames en heren, wie mag ik een handje geven? Kom maar eventjes voorbij in de Polonaise. Krijg bij mij een handje. Jij krijgt een handje. Kijk, die kleine krijgt bij mij ook een handje. En de vader ook, wie komt er nog meer? Slaat jullie even achter? Nou, alsjeblieft, schat. Hier een handje, kom maar lekker vooraan staan, ik kan je niet zien zo. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan.
Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde, omdat de neusen dan dezelfde kant op gaan. La 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 la. Ik ga er niet af hoor, ik ga hier staan. Ja la 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 la, neem een heintje mee. La 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 la. Oké, Polonaise, let op. En lopen in een sliertje werd al snel een beetje saai. Dus keer je nu maar om, ik zeg een halve draai. De koning heeft gesproken van je hup holladier. Handjes op de schouders en loop maar lekker mee. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde, omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Ik word niet voor wat ik zie. Alles is anders, de vraag is bij wie. Ik heb je zo vaak gezegd, niet dat je vecht, ik doe alles van goed. Laten wij anders doen, voor het is niet te laat, wacht voor je gaat. Wat je niet weet. Niels, goedenavond. Goedenavond. We zijn in Oostenrijk. Ja. En ik zie jou al een paar dagen rondlopen hier in Westendorf en omgeving. Vertel er eens iets meer over. Wat ben je hier aan het doen allemaal? Ja, optreden, logisch. Ja, nee, ja, dat klopt. Ik ben een weekje met mijn ouders op wintersport. En ja, Bertus ken ik natuurlijk heel goed. En ja, daar heb ik mijn plaat bij laten uitbrengen, mijn single Wie. En vandaar eigenlijk dat we met z'n allen besloten hebben om de wintersport hier te gaan vieren. En in de feestweek. Met heel veel leuke optredens eromheen. En natuurlijk, ik natuurlijk die net in de Gerrische in heb gezongen. En met Toppers van Oranje natuurlijk, wat heel erg leuk was. En ja, eindstand hero in de karat. Zo, nou, ik wens je nog in ieder geval hele fijne uren, de laatste uren voor jou hier in Westendorf. Of ja, dat is Westendorf, ja, toch? Westendorf. Ja, ja. En ja, veel succes nog. Ja, nee, bedankt. We gaan er lekker van genieten. Goed zo. Jij ook nog even. Toppie. Kom goed. We hebben de L. We hebben de A. Mannen uit horen. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja. Goedenavond. Goedenavond. We zijn in Westendorf en in het Brixentaal. We zijn bezig met de feestweek. Ja. We maken hier opnames en jij hebt ook opgetreden. Ja, ik heb net in IJssel in de Karatbar mogen zingen, ook in IJssel, maar de Karatbar in Westendorf. Sta ik elke week op donderdagavond en ja, het is gewoon elke week dik feest hier in Westendorf. Dat is echt fantastisch. Mm-hmm. En vanavond heb je voor het laatst opgetreden in? Ja, ik heb hier eerst in de IJssel gestaan en net in de Karatbar als laatste. IJssel is in Kierberg, ook in Brixentaal. En ik zing eigenlijk ja, verschillende plaatsen. Ik zing in Gellos, Saalbegiente Klem, Zeeveld, eigenlijk heel veel plaatsen hier in de regio. En ja, het is heel leuk om te doen. Je gaat vliegen meestal maandag weg en dan vrijdag weer terug naar huis. Ja. Het zijn wel lange weken, maar wel heel erg leuke weken. Leuke mensen altijd. Oké. Okay. Volgend jaar ben je er ook weer bij? Ik ben er volgend jaar zeker weer bij. Ja. Zo. Nou, ik wens je heel veel sterkte in ieder geval nog en graag tot volgend jaar. Ja, dankjewel man. En goed. Iedereen kijken naar de Hup, YouTube, Hup kanaal. Hups Media. Media, had je idee. Oké, dankjewel. Goed. Jo, hoi.